Je zei het al, Bart. Jammer dat zij niet naar het Songfestival gaat. Ja, ik vind het echt, echt jammer. Ik had echt gehoopt dat zij naar het Songfestival zou gaan voor Duitsland. Maar helaas. Ja, maar weet je ook waarom het niet is gebeurd? Nee, dat begreep ik eigenlijk niet helemaal. Want dat stond eigenlijk niet overal te lezen. Maar ja. Het is gewoon niet te vinden. Nee. Oh, wat jammer. We gaan eventjes de straat op, Rick. Tenminste, wij niet. Maar we gaan wel de Nijmeegse straten op. Ja, het is een beetje achterhaald, eerlijk gezegd. Dat maakt niet uit. Maar dat mag, want het is verschrikkelijk vandaag. Ja. Nee, het is dus vandaag de schrikkeldag van dit jaar. Het is niet zo dat het elk jaar gebeurt, maar... van dit jaar. Het is schrikkeldag. Het is 2020. De vorige keer dat het schrikkeldag was het 2016. Ja. En toen zijn we de straat op geweest met dit onderwerp. Want wat kost zo'n schrikkeldag nou eigenlijk? Misschien denk je er niet meteen over na... Maar je werkt natuurlijk een dagje extra. Dus je verdient misschien wat extra geld. Of juist niet. Ligt eraan hoe dat geregeld is bij jou. Mm-hmm. Maar je leeft ook een dag extra. Dus je doet een dag extra boodschappen. Je hebt, nou ja, noem het maar op. Dus zeg maar kosten en inkomsten bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Kost zo'n dag ons extra geld of levert het geld op? Die vraag hebben wij op straat gesteld. Dat heeft graag gedaan, die vorige week bij onze gast was. En daar is een bedrag uitgekomen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen in de reportage. En daarna hebben we ook de vraag gesteld van... Oké, als dit dus het bedrag is wat zo'n dag kost... Dat is een kleine spoiler alvast. Ja. Het kost geld. zou je dat geld dan voor over hebben om extra dagen te kopen? Maar als ik er zo over nadenk, hè, want een jaar heeft in principe... Je leeft gewoon toch iedere dag. Dus als je een jaar niet zou nummeren, dan kom je toch wel uiteindelijk op... Natuurlijk is het onzin, maar je moet toch wat. Jezus. We hebben een uitzending te vullen. Laat me met rust, man. Oké, we gaan gewoon even luisteren. What the fuck, say? Maandag is 29 februari, de dag die maar één keer in de vier jaar voorkomt. Zo'n extra dag betekent natuurlijk extra tijd, maar ook een dagje extra werken en een dagje extra boodschappen doen. Tja, kost zo'n dagje ons nou extra geld of levert het juist geld op? Wat zegt het volk? Ik geloof niet dat dat verschil uitmaakt. Kost. Waarom denkt u dat? Extra eten. Ja. Maakt niks uit. Nee, volgens mij niet. Een extra dag. Zo'n extra dag. Ik denk dat dat geld oplevert. Mij lijkt dat het geld oplevert. Ik heb echt geen idee. Nou, je verdient... Het is moeilijk om uit te leggen waarom. Het is meer een gevoel dat je hebt. Ik denk dat het geld kost. Mij kost het geld. Dat weet ik zeker. Want we gaan nou een dag extra winkelen. Ja. In werkelijkheid ziet het er voor een gemiddeld huishouden als volgt uit. We doen een dag extra boodschappen. We hebben een dag extra energiekosten. En extra telefoonkosten. In totaal goed voor zo'n 60 euro. Maar daartegenover staan bijvoorbeeld abonnementen waar al voor betaald is. En die je dan een dagje gratis kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld tv kijken of sporten. Dat levert ons indirect 47 euro op. Onder de streep kost zo'n extra dag in gezin dus 13 euro. Het kost 13 euro. Ja. Zou u 13 euro over hebben voor nog een extra dag? Nee. Nee hoor. Welke dag? Een extra dag. Ja, die bestaat niet. Voor mij is gewoon een dag is 24 uur. En die bestond vroeger ook niet in 24 uur. Kwartaal was een andere indeling. Oh, vertel daar eens wat over. Nou, daar weet ik niet precies het waar over. Maar ik weet dat het dus vroeger een deel was van 36 uur. Heeft ongeveer omgerekend. Geen schrikkeljaar. Nee. Zou u 13 euro over hebben voor nog een extra dag? Nee, maakt mij niet uit. Nee. Als een extra dag nodig is en die is er, dan is dat nodig. Nee, of het moet een extra vrije dag zijn, dan is het wel weer leuk natuurlijk. Zo, ja, dat hangt vanaf, hè, want het is op een maandag. Ja, een dagje extra vrij of vakantie. Maar maandag moet ik natuurlijk gewoon naar de universiteit. Dus. Ja. 13 euro van een extra dag. Gewoon in je leven of in een jaar gewoon? Ja, in een jaar of gewoon in je leven. Ja, natuurlijk, 13 euro is niet al te veel toch? Ook een extra dagje vakantie? Dan misschien wel. Ik had laatst gehoord dat het ongeveer 15 euro is, wat een dag extra kost. Voor 15 euro wil ik wat vrije dagen kopen. Ja, ik doe maar 2 dagen vrij, ik geef 30 euro. En dan, maar ik denk niet dat dat kan. Nee, maar dat zou ik ook wel fijn vinden. Dus ja. Ja. Nou, goed verhaal. Hey Bart, zou jij er 13 euro voor over hebben om een extra dag in je leven te kopen? Een extra dag in mijn leven? Nee. Het lijkt me heel heftig, als ik heel eerlijk ben. Een extra dag in je leven kopen. Want normaal gesproken weet je niet wanneer je doodgaat.
Nou, ik bedoel meer of, in de zin van als je bijvoorbeeld heel druk hebt. Ik heb wel eens dat ik denk van, oh, ik heb nog zoveel te doen en zo weinig tijd. Als je dan 13 euro kunt lappen en je hebt extra tijd, dan denk ik 24 uur extra. Oh, zo. In die zin, dat is ook wel chill. Dat is wel fijn voor een tentamen. Ja. Ja, dat je dan denkt van, kut, ik heb niet geleerd, maar ik kon nog even een dagje erbij kopen. Ja, maar als je dan ook niks met die dag doet, dan heeft het ook eigenlijk geen zin. Nee, dat is inderdaad wel het geval waarschijnlijk. Maar... Ja, maar het is juist lekker om lekker te chillen dan. Oké, maar ik vond het wel leuk dat deze mensen allemaal zo serieus erover waren. Zeker. Het is schrikkeldag vandaag, 29 februari 2020. Heb jij, Bart, jij hebt een oproepje voor de mensen die aan het luisteren zijn nu. Nou, ik vroeg me af. Ik heb straks mijn verschrikkelijke verhaal gedeeld. En ik was benieuwd. Zijn er, als je nu zit te luisteren, iemand die nog een verschrikkelijker verhaal heeft dan dat? Dus niet gezoend met Dark Raver, maar nog erger. Ja, met nog erger. Ja, je weet... heel heftig. Nou, je weet het niet. Ja, het hoeft niet zo heel extreem te zijn of zo. Geen SM-dingen, weet ik veel wat. Maar gewoon... Nou, dat mag ook. Liefst natuurlijk. Wel. Ja. Liefst wel natuurlijk. Ja. Zo verschrikkelijk mogelijk. Maar mocht jij nou een verschrikkelijk verhaal hebben, deel het vooral. Via rn7.nl, denk ik, hè? App de studio. Ja, of via... je kunt de studio appen via de gratis app, maar ook via rn7.nl. Dus geef jouw verschrikkelijke verhaal door. Dan gaan wij door met verschrikkelijke muziek. One way or another. Let me show you. So drink from me, drink from me. Let me show you. We're on a sip so high, so high. Let me show you across the.